Goedemorgen allemaal. Het is vandaag 9 februari. Het is nou net 11 uur geweest. Gisteren heb ik helemaal niet gevlogd. Nee, ik had er ook geen zin in eigenlijk. Ik was druk. Maar we hebben wel gisteren 50 kilometer gelopen. Gisteren. En met Lovely, Lady en Max. Lovely die staat nu op de kussen. En Lady ligt nu daar. En ik zit hier. En Speedy is aan het eten. En wat raak je? Joost mag het weten. Ik kan niet weten. Nee, ik zou zeggen, ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. En heel veel kijkplezier gewenst. Nee, ik ben al lekker eventjes wezen lopen met de hondjes. Een uur, nog wat op. Een uur, moet ik even kijken hoor. Even kijken op mijn app. Ja. Ik had het net gezien, maar... Geschiedenis. Een uur en 5 minuten. Ja, het is nu net 12:30 geweest. Ik ga nu even via de gemeente even wat aanvragen. Moet ook weer even gebeuren. Elk jaar is dat het geval. En dan moet ik even kijken wat ik moet doen. En dan moet ik nog wat dingen aanvragen. Dus ik weet niet of ik Roog ga helpen. Ik heb hem eigenlijk wel beloofd. Maar anders verzaakt dit weer. En dat moet ook niet. Dus ik moet dit echt even doen. Dus ja, dat ga ik gewoon even echt even doen. Want anders dan schiet het gewoon niet op. Dus ja, dat ga ik even doen. En dan ga ik even nog vlogs even hiervan afhalen. Moet ik ook nog eventjes bewerken. Ik moet het gewoon doen. Dus ik ga hem gewoon even bellen. Dat ik hem wel even bel van wanneer ik gewoon klaar ben. Dat lijkt me even handiger. Dus ja. Nou, het is nu 12:45. Het loopt dus nu al tegen 11:30 aan. Nou, ik heb Roderick nu even aan de telefoon. Omdat het nou aan het sneeuwen is, blijf ik toch even binnen. Omdat ik toch mijn reuma ook heb. Want anders had ik hem dus geholpen. En dat weet hij ook. Dus, maar hij weet nu ook hoe hij de wijk moet doen. Dus dat scheelt ook wel een merkelijk hoor. Echt waar. Dus daar ben ik ook wel weer blij mee. Dus ja, ik blijf hem gewoon bellen. En totdat zijn telefoon zo meteen weer leeg is. Ja, en dan is het tuurluut en dan wil ik weer bellen en dan is een telefoon leeg. Dus ja, ik vind het prima. Dus ja, ik blijf gewoon bellen en totdat hij weer strakjes klaar is. Dus ja, komt helemaal weer goed. Nou, het is nu een paar minuten voor, het is 4:05. Die wil het ook even vertellen. Ik ga nu eventjes lopen en met de hondjes. Maar ik neem de camera niet mee, omdat het nat en sneeuwt en regent. Dus nee, ik neem even de camera niet mee. En voor de eigen veiligheid van mijn cameraatje. Dus ik zie jullie straks wel weer als ik thuis ben. Nou, dan ben ik weer met eventjes bijna weer een uur gelopen in mijn lot. Het is nu 5:10 en ik ga nu even richting Roderick naar de Hoogvliet en naar de Action. Want ik moet daar even een bak halen voor dingen die ik ga verkopen, want ik heb het daar allemaal in. Maar dan raak ik het ook weer niet kwijt. Nou, het is nu al 7 uur in de avond. Ja, nog steeds 9/2/2018. Ja, gaat lekker. Ik zit een beetje in te twijfelen, want ik heb vanochtend al met mijn ingevroren snerter uitgehaald. Maar die is nog niet helemaal bevroren. Hij is nog bevroren, maar nog niet helemaal ontdooid. Hè. En dan heb ik nog rijst met champignonragout en zwarte bonen. Dat en dat ik die eigenlijk ga maken. Daar heb ik eigenlijk wel even iets meer zin in. Nou, het is al inmiddels alweer bijna 7:30. Kijk maar, het is bijna 7:30. Ja, ik heb toch maar snert gemaakt. Want het was toch al behoorlijk al ontdooid. Dus nu alleen nog dit ene kleine rotstukje. Ik heb het nou net 5 minuten even in de pan. Gewoon lekker op zacht vuur. Alleen dit ene kleine stukje was dus nog niet ontdooid. Nou, even dat even lekker laten. En dan nog een beetje wat kruiden erbij. En dan kan ik zo meteen weer lekker smikkelen. Nou, zij zit er ook weer lekker bij. Het loopt overal naartoe, maar ik ook naar mij naartoe ga. Nou, niet. Niet eens, Lovely. Niet eens. Wat word je echt? Nee, je wordt alweer groot. Ja. Je bent een mooi kindje, je bent een knap kindje. Alweer bijna 4 maandjes, hè. En de 23ste van deze maand, hè. Ja. Kom eens hier. Kom eens bij mama. Kom eens hier. Hoog, kom. 2, hoog, kom eens hier. Hey, kom.
Ja, je bent lief. Raak je ook, hè? Ja, meisje. Hey. Nee, draak. Nee, blijf maar zitten dan. Blijf maar zitten. Niet? Allemaal weer kusjes van jou, meisje. Je bent lief. Ja, dat was mijn prullenbak. Ja, en ik heb ook even paddenmelk gehaald vandaag. Hey allemaal! Ja, ik wil jullie onwijs graag bedanken dat jullie weer hebben gekeken naar mijn vlogs. Ik zou zeggen, vind je hem nou leuk? Ik zou ook zeggen, vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal. Doe vooral dat blauwe duimpje omhoog. Doe het belletje aan, want dan blijf je overal van op de hoogte. En dan zou ik zeggen, dankjewel en tot mijn volgende vlog maar weer.